Een simpel mobieltje koop je al voor zo'n 30 euro, terwijl een goede seniorentelefoon tussen de 80 en 130 euro kost. Wat is nou de meerwaarde van een seniorentelefoon? Een ideale seniorentelefoon heeft goed leesbare knoppen en een duidelijk menu. Het geluid kan extra hard en meestal is er een laadstation meegeleverd, zodat je niet hoeft te prutsen met kleine stekkertjes. Er zit vaak een zaklamp op en soms zelfs een camera en een radio. Standaard zitten er dingen op als een wekker, een rekenmachine en een agenda. Niet alle seniorentelefoons voldoen aan het ideaalbeeld en ze lopen qua ontwikkeling ook nog wel behoorlijk achter op normale mobiele telefoons. Maar nu in 2013 is er inmiddels keuze uit meerdere prima toestellen. Een belangrijk onderscheid van gewone mobieltjes is dat er een speciale noodknop op zit. En als je daarop drukt, dan gaat er een alarm af. En bij de meeste toestellen wordt er eerst een nood-sms gestuurd naar vooraf ingestelde telefoonnummers. En meestal zijn dat er maximaal 4 of 5. Daarna worden die nummers van vrienden en familie 1 voor 1 gebeld, totdat er iemand opneemt. De noodfunctie werkt bij elke telefoon net even anders. En daarom is het slim om hem uit te proberen wanneer er niks aan de hand is. Dan weet je hoe de functie werkt wanneer er wel een noodgeval is. Ligt ook vooraf de persoon op de noodlijst in, zodat ze weten wat er aan de hand is wanneer ze een nood-sms of een noodgesprek ontvangen. En zorg dat ze weten hoe ze moeten reageren. We raden aan alleen mobiele nummers op de noodlijst te zetten, want aan vaste nummers worden sms'jes voorgelezen. Het kan zijn dat daardoor de lijn bezet is wanneer de telefoon datzelfde nummer probeert te bereiken en dan loop je elkaar net mis. Ook bij antwoordapparaten of voicemail kan dat misgaan. De noodfunctie denkt dan dat er succesvol een noodgesprek tot stand is gekomen, terwijl je in werkelijkheid nog niemand hebt gesproken. Seniorentelefoons zijn in gewone winkels lastig te vinden. Hier en daar slingert een enkel model rond in de Mediamarkt of de Blokker of in thuiszorgwinkels, maar het aanbod is erg versnipperd. In webwinkels, daar is de keuze groter. Om het kiezen makkelijk te maken, laat ik hier 3 seniorentelefoons zien die goed uit onze test kwamen. De Doro Phone Easy 612 is een klaptelefoon met een groot kleurenscherm en duidelijke knoppen. Als de achtergrondverlichting van de knoppen niet echt egaal, waardoor niet alle knoppen even goed verlicht zijn. Deze Doro heeft een laadstation, een camera en een radio. Die radio werkt alleen als de headset is aangesloten. Hij heeft een uitgebreide noodfunctie en hij werkt goed samen met gehoorapparaten. En je kan een aantal dingen zoals adressen, de noodfunctie en de kalender op afstand instellen via sms, als dat wel wat ingewikkeld. Ook van Doro is de Phone Easy 515. De bediening en de noodfunctie die zijn vrijwel hetzelfde als bij de Doro 612. Hij heeft de luidste beltonen in de test en hij is lekker licht en compact. Hij heeft een laadstation, een camera en een radio en een klein zaklampje. En het LED-lampje geeft niet heel veel licht, maar het kan net genoeg zijn om de sleutels in je tas te vinden of om een menukaart in een restaurant te lezen. En ook dit toestel is geschikt voor dragers van een gehoorapparaat. De Beafone S200 is met 85 euro flink goedkoper. Het toestel heeft heel grote cijfers op de knoppen en wel wat kleinere letters. Het heldere scherm is goed afleesbaar in zonlicht. Het toestel is met 118 gram wat aan de zware kant vergeleken met andere seniorentelefoons. De knoppen aan de zijkant die zijn nog wel lastig schuiven. De knop van de zaklamp en voor het vergrendelen van het toetsenbord. De noodfunctie is uitgebreid en hij is geschikt voor dragers van een gehoorapparaat. Heb je na het kijken van deze video nog vragen? Stel ze onder deze video en dan zal ik proberen je vraag te beantwoorden. Wil je meer weten over seniorentelefoons? Ga dan naar onze website via consumentenbond.nl/seniorentelefoons.